Goedemiddag, dit is het Nieuwslabjournaal van dinsdag 3 december 2013. En vandaag in het nieuws, IJsbeeldenfestival groter dan ooit. Glazen huis voor Roemenië. Nominaties voor Sportgala 2013 bekend. En komt er een busverbod? FNV-bondgenotenbestuurder Frans Sablewski pleit voor een busverbod voor mishandelaars van buschauffeurs. Dat meldt de Telegraaf nog op haar website. Afgelopen weekend werden chauffeurs uit Rotterdam, Oosterbierum en Haarlem mishandeld. Wij vroegen woordvoerder Henry Belman van Connection wat hij vond van het voorstel van Sablewski. De rechtelijke macht bepaalt welke straffen er worden uitgedeeld. En als je iemand in elkaar slaat en daarvoor zou alleen maar openbaar vervoersverbod worden uitgevaardigd, nog los van de vraag hoe je dat kunt controleren. Er is geen chauffeur die weet van deze man die heeft een OV-verbod. Je moet dus ook straffen. Hij kan wel zeggen van ja, maar hij mag geen OV-chipkaart meer hebben. Nou, die kun je anoniem aanvragen, dus daar kom je ook in mee. En je kunt toch altijd gewoon met dat geld in de bus betalen. Huis blaast laatste adem uit. De laatste krabbels, foto's en berichten zijn er nu toch echt verwijderd. Hive stopte vandaag definitief mee. Het sociale netwerk had zijn piek in 2010, maar daarna ging het bergafwaarts met de site. Hive kon niet opboksen tegen concurrenten als Facebook en Twitter, maar bleef onder kinderen nog wel populair. Helemaal verdwijnt Hive overigens niet. De site gaat verder als online gameplatform. De nominaties voor het Sportgala 2013 zijn bekendgemaakt. De nominaties zijn verdeeld in 6 categorieën, waaronder sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar. De vakjury, die uit bekende mensen uit de sportwereld bestaat, heeft gekeken naar de prestaties van de sporters van het afgelopen jaar. Zo zijn Arjen Robben, Sven Kramer en Epke Zonderland genomineerd voor sportman van het jaar en zijn Ranomi Kromo-Ijojo, Irene Wüst en Marianne Vos genomineerd voor sportvrouw van het jaar. AIVD probeert studenten te werven. Studenten van Hogeschool Windesheim in Zwolle vinden het vreemd dat de AIVD studenten werft. Ze kunnen zich niet voorstellen wat de inlichtingendienst met hun informatie zou moeten. De meeste studenten gaven aan wel bereid te zijn om mee te werken, maar zullen zich niet het achterste van hun tong laten zien. Geld is echter een handig middel om arme studenten te lokken. We zijn vandaag bij RTV Het Keertje, het glazen huis van Doetinchem. Wij gaan even kijken wat hier te beleven is. En wat is het goede doel waar jullie je hard voor maken? De Moeder Teresa Stichting, dat is een stichting uit Ulft die zich inzet voor de allerarmsten in Roemenië. Daar zijn wij zelf ook naartoe geweest in september. We hebben daar met eigen ogen gezien wat voor armoede daar heerst in een land binnen de EU, wat eigenlijk heel dichtbij is. We hebben zelf al met de auto naartoe gereden binnen een dag. En ja, daar is echt heel veel hulp nodig en zij doen daar fantastisch mooi werk. Ik sta hier midden op het Rode Plein in een groot complex en daar wordt druk gebouwd aan allerlei ijsculturen. Dit is het derde ijsfestival in Zwolle. En zoals je achter mij kunt zien, dit is de koets. Die is volgens mij al klaar. Martin, jij bent hier persvoorlichter. Wat zien we achter ons? Dat is de Gouden Koets. De Gouden Koets, oké. En de rest van de ijsculturen, wat moet dat allemaal voorstellen? Het thema is natuurlijk 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden, maar we beginnen iets eerder. Ja. We beginnen bij Willem de Zwijger, Willem van Oranje, dus de vader des vaderlands. Zo'n rond de 16e eeuw, daarna beginnen we. En dan vertellen we langzamerhand het verhaal naar voren. Met alle stadhouders komen in beeld. De Franse koning die we gehad hebben in Nederland. Dat was de eerste echte koning in Nederland eigenlijk. Ja. En dan vanzelf ga je naar Willem I... tot en met Willem-Alexander en Maxima. Nou goed, ik zou zeggen, komt dat zien. Wanneer is het open? Het gaat zaterdag 7 december open. Ik sta hier voor de H&M in Zwolle. Sinds kort is er vastgesteld dat bij het produceren van de kleding gebruik wordt gemaakt van angora-wol. Deze wol wordt geplukt van levende konijnen die gefokt worden in China. We zijn benieuwd wat de consument hier nou eigenlijk over denkt. Daar word je niet blij van, nee. Nee, ik vind het echt niet kunnen. En als u weet dat dat in een product zit, zou u het dan ook bewust laten hangen? Of?
Ja, ik wel. Ik vind Angora wol op zich, dat heb ik vroeger als kind ook veel gedragen, vind ik op zich geen fout product. Maar het is dus de manier waarop het van een beest afgehaald wordt. En dat kan veel dieren vriendelijker. En als ik zeg van u draagt nu kleding die gemaakt is door kinderen, zou u daar hetzelfde over denken? Zou u zeggen van ik laat de kleding net zo goed hangen als de kleding die gemaakt is met Angorawol? Ja, dat zou ik doen. Maar bij mij is dus wel, omdat ik veel gereisd heb, heeft dat ermee te maken dat niet alle kleding die door kinderen gemaakt is, vind ik een slechte zaak. Als kinderen vanaf een jaartje of 12, 13 in bepaalde landen onder goede omstandigheden kunnen werken en ook toch nog naar school kunnen, dan vind ik dat, omdat ze een deel van het gezinsinkomen uitmaken, vind ik het geen slechte zaak.